Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Buenos dias, hola! Welkom weer bij een nieuwe NEC-update vanuit Spanje, Fuengirola om precies te zijn. Daar staan wij, we staan op het plein hier. Gisteravond was het hier feest op het plein. Dat had alles natuurlijk te maken met het WK voetbal Argentinië tegen Frankrijk. En Fuengirola blijkt gewoon een heuse Argentijnse enclave te zijn. Lijkt wel, kijk even mee naar de beelden. Dit was gisteravond hier in het stadscentrum. Iedereen in Argentijnse shirts. Het was een groot feest. Nou ja, het was al vooraf een groot feest. Iedereen buiten lekker op schermen zitten te kijken. En toen scoorde Messi. Iedereen natuurlijk uit zijn dak. Het werd zelfs 2-0, dus nog meer feest allemaal. Ze dachten, nou, we hebben het, kan niet meer misgaan natuurlijk. Toen werd het uiteindelijk 2-2. Je zag de gezichtjes al een beetje beteuterd kijken. Het zal toch niet zo zijn dat Messi hier gaat verliezen. Toen werd het 3-2, weer enorm feest. 3-3, teleurstelling, penalties, maar uiteindelijk Argentinië wist de strafschoppen te winnen en won de wereldbeker. Ja, Messi won de wereldbeker. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Zo werd hij ook toegezongen hier. En op het plein was het daarna hier achter mij een enorm groot feest. Iedereen naar buiten. Iedereen verzamelde zich hier om feest te vieren. Dat Argentinië weer wereldkampioen werd. En dat Messi vooral wereldkampioen werd. Want dat was voornamelijk de naam die gezongen werd. Maar wij gaan het nu hebben over NEC, want die zijn hier op trainingskamp natuurlijk. Iets verderop had ik al verteld. Vanmiddag gaan wij naar de training kijken. Mogen we weer even kijken tijdens een training. En gaan we ook weer wat interviews doen. Maar ik heb al gesproken met iemand, met publiekslieveling Ibrahim Sissoko. Ik was benieuwd hoe heeft hij natuurlijk de eerste seizoenshelft beleefd. En hoe vindt hij het hier zo in Spanje? Oh ja, het is lekker. Vandaag is het ook lekker weer, dus eindelijk is de Spaanse zon daar. Hè? Ja, dat was wel even wachten, maar we mogen nu eindelijk genieten. Hey, laten we even terugblikken op de eerste seizoenshelft, ook van jou, want het was een bijzondere denk ik wel, want je maakte ook je basisdebuut. Ja, achteraf denk ik wel gewoon een geslaagde eerste seizoenshelft van mijzelf. Want ik had ook eerder gezegd dat ik wel mijn basisplek wil proberen te veroveren. En dat dat dan voor 2023 is gebeurd, ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Nou ben jij een beetje publiekslieveling wel geworden in de Goffert. Je naam wordt vaak ook al gezongen vanaf de eerste minuut. Ervaar je dat een beetje, krijg je dan druk of zo? Of hoe ga jij daarmee om? Druk misschien eigenlijk niet. Het geeft me meer een boost. Dus van wat ik weet, ik hoef geen druk te hebben, want die mensen staan juist achter mij. Dus het geeft me alleen maar een boost. Maar dan wil je wel heel graag natuurlijk presteren. Ja, dat wel. Maar dat vind ik juist lekker eigenlijk. Ja, je houdt wel een beetje druk? Ja. Hey, hoe is de groep? Ja, het is leuk. We hebben een leuke, superleuke groep. En die oudere boys helpen goed de jongere boys. Dus het is echt, echt leuk, ja. Van wie van de spelers leer jij nou het meeste? Ik denk wel Osama. Als hij eigenlijk een beetje, hij heeft ook van die acties en die dingen. Ook een straatvoetballer. Dus en ook gewoon buitenvoetbal om helpt hem ook met dingen. Ja, kun je wat voorbeelden noemen hoe die jou dan helpt? Ja, hij praat gewoon veel met mij. Zo van wat ik, hoe ik beter in mijn spel kan komen. Want als hij op 10 staat en ik linksbuiten, kan hij veel ballen op mij geven. Dus vertelt hij ook hoe het best is om te lopen en die dingen. Hey, we hoorden tijdens het trainingskamp, er zijn wat verschillende groepjes. Hè? Je hebt een kaartgroepje, je hebt een groepje dat gaat video's kijken of een beetje poelen. Bij wat voor groepje hoor jij nou? Ik hoor dan toch wel bij de jongens van de onder 21. Cas de Wit. Wij spelen. Guus, Gerts heeft een nieuw spel met dobbels en dan zo. Ja, ik weet niet eens hoe die spel heet, maar het is wel een leuk spel. Okay, dus jij bent van het dobbelen? Ja. We moeten dus wel naar een nieuwe doelstelling, want je debuut heb je dus gemaakt voor 2023. Wat wordt jouw nieuwe doelstelling? Ik wil 2023 wil ik vaste basisspeler zijn. En belangrijk zijn goals maken, assist en goede acties. Hoe ver zit jij van die basisplaats af?
Ik denk dat ik er niet ver vandaan zit. Maar ik denk dat het alleen aan mezelf ligt. Hoe ik mezelf ga ontwikkelen. Hoe fit ik ben. En dan ja, ben ik van mezelf overtuigd dat ik het kan. Ja, Sissoko gaat dus voor een vaste basisplaats in 2023. Dit was hem dan weer, de NEC-update voor vandaag. Morgen is de laatste dag voor NEC hier dat ze trainen. Ook de laatste dag voor ons en de laatste dag voor een update vanuit Spanje. Met dan onder andere Jasper Cillessen en Tanane. Ja, hoe gaat het met hem? Ja, goed natuurlijk. Volgens mij voelt hij zich wel thuis hier. Maar dat gaan we morgen in ieder geval vragen in een nieuwe update. Ik zeg tot dan. Adios. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.